Want in campagnetijd, op dit moment, dus zo vlak voor de verkiezingen, wordt er nogal wat afgegoogeld als het gaat om de lijsttrekkers. Wie zijn ze nou precies? Waar staan ze voor? En ook wat betreft mevrouw Ploemen wordt er voldoende ingetikt op onze computers. Wat zijn nou de meest gestelde vragen die er over haar gesteld worden? Nou, dat zijn de volgende. Waarom was mevrouw Ploemen niet bij het RTL-debat? Ja, wat heeft zij gezegd over Johan Derksen? En dan nog een hele opvallende. Waarom moet je nou niet op mevrouw Ploemen stemmen? Oh, dit is ook een opvallende vraag. Ja. Nou ja, die eerste snel beantwoord. U stond in de peilingen er niet goed genoeg voor. Volgens de berekeningen van RTL helaas voor u. Wat heeft u gezegd over Johan Derksen? Ja, nou, we hebben in de krant van Wouter de Winter... hebben we kunnen schrijven dat Marieke Derksen, de dochter van Johan, op mij stemt. En zij is een enthousiaste PvdA'er. En ik heb aan haar vader natuurlijk de boodschap gegeven. Johan, luister nou eens even naar je dochter. En misschien even een beetje dimmen met al die akelige praatjes. En waar moet hij vooral in dimmen? Nou, laten we zeggen, ik heb niet zo zin om te herhalen op de vroege ochtend wat hij op de late avond over mij, maar ook over andere mensen zegt. Maar ik dacht, ja, kijk, wie het laatst lacht het best. En zijn dochter is fan van mij. Dus wat de vader vindt, is het toch minder interessant geworden. En dan die laatste toch wel opvallende vraag. Waarom moet je niet op u stemmen? Ik heb geen idee. Ik zou zeggen, stem wel op mij. Mag iedereen op u stemmen? Wilt u iedereen stemmen? Of zegt u, sommige stemmen hoef ik niet? Nee hoor, elke kiezer is er één. Ik ga wel op haar stemmen. Ah, dus. Dankjewel. Ja. En op wie stemt u dan eigenlijk? Op haar. Wat is het toch gezellig hier deze ochtend, Wouter? Nou, maar wel duidelijk. Want er zijn bij andere partijen waar dat allemaal een stuk minder makkelijk vanaf gaat tegenwoordig. Ja. Met CDA, met Wopke Hoekstra, nu gewoon. Ja, maar ik vind het echt ongelooflijk belangrijk dat zij een paar weken voor de verkiezingen gewoon zo'n verantwoordelijkheid op zich neemt en daarvoor gaat staan. En ja, ik ken haar zoals ze nu ook is. Dus het is zelf de Lilian die ik al jaren ken. Dus en iedereen pakt zijn moment hier deze ochtend voor campagne voor. Ook de nummer 2. Heel fijn.